Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rob Flemmix, Schilders, Breda. Dit is de Kletspet. Iedere week stellen we actuele vragen aan mensen in Oosterhout. In Oosterhout sloegen de vlammen uit winkelcentrum Arendshof. En er was sprake van brandstichting. Maar de schade viel al mee omdat de brandweer kordaat op heeft getreden. En alle sprinklerinstallaties die deden het perfect. Hoe denkt u dat winkelcentra hun brandveiligheid kunnen verbeteren? Dat is een goede vraag, maar ik zou er zo geen antwoord op weten. Nee, misschien door brandmelders. Ik weet niet of er brandmelders hier geïnstalleerd zitten. Een sprinklerinstallatie. Ja, die zit er. Die zit er, ja. Ja. En eventuele brandmelders misschien. Ja. Ja. Ja, dat is wel heel moeilijk. Kijk, ze kunnen ook geen 24 uur per dag mensen hier rond laten lopen. Het is er wel overdag, dan is de beveiliging. Maar om nou 24 uur per dag mensen rond te laten lopen, zie ik ook niet zo zitten. Misschien camera's. Camera's, ja, dat zou misschien kunnen. Die zijn er al, want de daders staan op camera. Ja, dat heb ik gehoord of gelezen. Ja, ja. Dat is mooi, hè? Ja, gelukkig wel. Goeiedag. Nou, het is niet mijn vakgebied, laat ik dat vooropstellen. Maar ik zou het niet weten. U zegt zelf, als de sprinklernaar zo goed werkt. En er is, laten we zo zeggen, een bewaker die rondloopt. Dat weet niet of dat gebeurd is. Maar goed, ja, meer kan je niet doen. Nee. Meer kan je, ja. Ja, je beveiligt met camera's, dat is het enige. Ik denk dat dat een moeilijk verhaal is. Ik denk dat het heel moeilijk is. Wat ik ervan gelezen heb, was het allemaal perfect geregeld. De brandweer was heel snel te plaatsen, hoor ik. De sprinklers werkten perfect, ja. En dan op zo'n tijdstip, dan is het toch wel moeilijk natuurlijk. Ik vind het wel knap dat ze er zo snel bij waren. Dat de schade uiteindelijk nog beperkt is gebleven, zover ik begrepen heb. Dus. Nee, zou ik niet weten. Nee. Want dit is echt aangestoken, deze brand. Waarschijnlijk door jongelui, laat ik het zo zeggen. Ja? Hoe kan je dat verbeteren? Daar heb ik geen idee van. Als er sprinklers in zitten, wat moet je dan nog anders? Ja, ik denk dat er weinig te verbeteren valt als ze alles netjes geïnstalleerd hebben. En alles is naar de regels, denk ik, nageleefd. En de gemeente heeft daar toezicht op gehad. Dan denk ik dat ze er alles aan gedaan hebben in ieder geval om het te voorkomen. Waar houdt u rekening mee qua brandveiligheid in uw eigen woning? Nou, altijd kijken voor ik naar bed ga of alles wat vuur kan, vlam kan vatten, of dat uitstaat. Ook melders uiteraard. En opletten dat de open haard uit is als je naar bed gaat, gas uit, dat soort dingen allemaal. Hè. Heeft u ook brandblussers hangen? Ja, één. Eén? Ja, boven. Dus als het beneden is, dan moet ik heel snel lopen. Ja, nou woon ik in een appartement hier vlakbij. Ja. En dat is, naar mijn idee, is dat voldoende beveiligd. Ja, die dingen, als er brandlucht of een onzuivere lucht, dan maken ze vreselijk lawaai. Ontzettende herrie maken en dan word je vanzelf gealarmeerd. Maar ja, wat moet je er meer aan doen? Zorgen dat je elektrische installatie die je in huis hebt, dat die up-to-date is. Ja, dat er geen rare draadjes tussen zitten. Niet werken met kroonsteentjes en van al dat gezeik meer. Maar zorgen dat dat allemaal volgens de normen is aangelegd. En dan maar hopen dat er niks gebeurt. Ja, dan houden we toch met het nodige wel rekening. Melders, brandmelders. Toch wel kaarsen uit doen als we weggaan. Even opletten met de kachel staat uit. Mijn vrouw is zelfs nog zover dat ze zelfs de vaatwasser uit zou willen zetten als we weggaan. Nou, daar heb ik dan nog wel eens. Maar meestal doen we dat wel overdag allemaal aanzetten dat je toch wel in de buurt bent of snel weer thuis bent. Dat soort dingen dus, ja. Brandmelders en brandblussers? Nee, we hebben geen brandblusser in huis, nee. Nou, we hebben dus overal brandrookmelders. Van boven tot beneden. Ik denk wel van 8 in ons huis. Stuks. Ja. En nog meer dingen? Een branddeken hebben we ook. Die hebben we ook vlakbij het gas fornuis. Ja. Misschien een brandblusser? Nee, die hebben we niet. Nee. Brandmelders natuurlijk, CO2-melders, brandblusser altijd boven, mocht er iets gebeuren. Ja. Ik kan eventueel nog een vluchtladder aanschaffen om uit het raam te hangen. Okay. Voor eigen veiligheid, er zijn veel opties. Dus. Dat is een goede tip inderdaad, ja. Ja. Stelling van de week. Onze stelling van de week.
mensen die een brand stichten, mogen na middernacht niet meer buiten. Nou, voor middernacht ook niet, denk ik. Ja, dat is een mooie. Ja, toch? Oké. Maar wat vindt u dat? Vindt u dat een goede maatregel? Wat zegt u? Vindt u dat een goede maatregel? Nee, dat is geen goede maatregel. Hè? Mensen die een brand stichten mogen na middernacht niet meer buiten. Nee, nou ja, ik weet niet of dat helpt. Dat geloof ik niet. Nee. Wie controleert dat dan? Hè? Ja. Ze lopen niet met een borstje op de borst, hè? Van ik ben brandstichter, dus... Nee. Heel verstandig. Ja? Echt heel verstandig. Ja. Gewoon lekker binnen blijven bij papa en mama. Hè? Papa en mama moeten er ook wat aan doen. Dat is een mooie. Ja, hè? Ja. Dacht ik ook wel. Okay. Het zijn meestal de jonge lui hè, die het doen. Ja. Baldadigheid. Ja. Zonde. Ja, hoe wou je dat voorkomen? Dat is ongeveer hetzelfde als een stadionverbod bij het voetballen. Je kunt het opleggen, je kunt het keurig vastleggen enzovoort. Maar nou de handhaving. Zelf, ja. Je mag niet fietsen hier in de Arendstraat. Ja. Maar, moet ik een keer gaan kijken. Ja, bedoel, het gebeurt. Het gebeurt gewoon. De mensen die een brand stichten mogen... Na middernacht niet meer buiten. Nou, als ik het eerlijk moet zeggen, zou ik bijna zeggen... En overdag ook niet. En overdag ook niet, want ik vind het gewoon schandalig. Het is echt... Ik vind ik het enige maken op dit moment in Nederland. Ik ben helemaal niet voor politieke partijen van dus en zo. Maar de straffen zijn gewoon te licht. Die dit op hun geweten hebben, ja, die mag ik mijn rust behoorlijk aanpakken. En niet zeggen van we gaan ze op een kamer zetten. Maar laat ze langs Europaweg 500 meter per dag schoonmaken. Dwergswerk vooral. En niet weg, s'avonds dan 3 dagen erbij. En laat ze echt aanpakken. Ja, daar kan ik ergens wel in komen. De nacht is voor het ongedierte, zeggen wij altijd. Toch? Je kan dat voor middernacht doen. Hè? Ja, maar dan zijn er misschien nog veel mensen wakker. Dus meer sociale controle voor middernacht. Ja, maar de sociale controle is tegenwoordig... is verzoek. Dan gaan we doorlopen. Verzoek. Ja. Dat is weer een beetje vrijheid van... een beetje beroving van de vrijheid. Dus dat vind ik wel een hele drastische... maatregel, maar wat extra toezicht op die mensen zou niet verkeerd zijn. Nee. Dat waren de vraagjes eigenlijk en dan bent u morgenavond op televisie. Nou, het is toch niet te geloven dat ik dat nog bereikt heb in mijn leven. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rob Flemmix, Schilders, Breda.